Hallo, ik ben Els en ik werk als collectiebeheerder in het Red Star Line Museum. In twee vorige animatiefilmpjes vertelde ik jullie over Elias Sanders en Charles Roman, die beiden op zoek gingen naar een beter leven in Amerika. De eerste bleef daar, de andere keerde terug naar zijn familie in België. Vandaag wil ik jullie graag vertellen over iemand met een missie, een kerkelijke missie zelfs. Hebben jullie ooit al eens gehoord van de vliegende priester John Culemans? Hij werd in 1880 in België geboren als Jan-Baptiste Culemans. Hoe ben ik bij deze man beland? Het grappige is dat het eigenlijk een gevolg is van ons uitgesteld brievenproject. Via verschillende media lanceerde het Red Star Line Museum een oproep om ons Nederlandstalige brieven van migranten te bezorgen. Wij scannen die in en dan zou een onderzoekster van de Vrije Universiteit Brussel de invloed van de Engelse taal op het Nederlands bestuderen. Ook hier gooit de corona roet in het eten, waardoor ons brievenproject niet echt kon starten. Toch pikten enkele mensen onze oproep op. Zelfs tot in het verre Moline in de Verenigde Staten weerklonk de echo van ons project. Zo kreeg ik een mail van de Amerikaanse Rita Van Ross. Zij werkt als vrijwilligster in het archief van de Sacred Heart Church in Moline. Moline is een kleine stad in de staat Illinois en ligt op ongeveer 3 uur rijden van Chicago. We kennen het stadje als een van de grootste hotspots van Belgische migranten in de VS. De regio zat vol met Gastonnen, Midaars, Gusten, Maries, Zulmas en Louises. Rita vroeg of wij interesse hadden in enkele Nederlandstalige pamfletten van de kerk uit het begin van de 20e eeuw. In deze pamfletten maant priester John Culemans zijn parochialen aan om hun bijdrage te storten voor het grotere goed van de parochie. Eén pamflet begint met de filosofische en redelijk enigmatische zin: wij weten of weten wij het niet, wij zouden het moeten weten. Hij was dan ook dokter in de wijsbegeerte aan de Universiteit van Leuven. Zou ik iets over deze priester kunnen terugvinden in onze collecties? Dat viel wat tegen, maar Google zij dank vond ik op de website van de heemkundige kring Ravenstein een interessant artikel terug van Frans Jacobs. En er blijkt zelfs een pastoor Keulemansstraat te bestaan in Hever, de geboorteplaats van onze pastoor. Mijn verdere zoektocht bracht me bij Hendrik Keulemans. Priester Keulemans bleek zijn grootoom te zijn. Toen ging de bal pas echt aan het rollen. En er kwam nog veel meer aan het licht. Hendrik reisde zelf al in de jaren 90 naar Moline om zijn familiebanden verder te onderzoeken. Dat noem ik pas toewijding. Ik bracht hem in contact met het archief van de kerk en zo konden we samen het verhaal verder aanvullen. Onze missie als museum is ook hier weer geslaagd. We proberen zoveel mogelijk mensen in contact te brengen met elkaar en boeiende verhalen over migratie te verzamelen. Tot zover hoe mijn zoektocht verlopen is. Maar wie is nu eigenlijk pastoor John Culemans, a.k.a. Jan-Baptiste Culemans? Jan-Baptiste Culemans werd geboren in Vlaanderen in 1880. In 1904 zenden ze hem als piepjonge 24-jarige priester uit naar de VS, waar hij dus in Moline belandt. Later maakt zijn zus Maria Paulina, ook wel Plien genoemd, met het schip de Kroonland van de Red Star Line ook de grote oversteek. Ze trekt bij haar broer in en werkt er als huishoudster. 3 jaar later trouwt Maria met Camille, een houtbewerker die afkomstig is uit het Vlaamse Lembeke. Het verhaal van Plien in Amerika eindigt jammer genoeg met haar dood in 1919. De dood van zijn zus treft pastoor Culemans diep. Maar gelukkig is hij geen man die bij de pak blijft zitten. Heel zijn carrière getuigt van een tomeloze energie en veel ondernemingszin. Dat zien de Amerikanen graag. Dus hij past perfect in zijn nieuwe thuisland. 2 jaar na zijn aankomst liet pastoor Culemans in 1906 een eerste kerk bouwen. Door het groeiende aantal Belgische migranten in de streek barstte die al gauw uit haar voegen. In 1919 bouwde ze een grotere kerk. Zijn grote idool, kardinaal Mercier, komt die bezoeken. Hij wordt ook Amerikaans staatsburger en laat zijn naam veranderen. We spreken niet meer van Jan-Baptiste Culemans, maar van John Culemans. Die ver-Amerikanisering van namen komen wij vaak tegen in onze migratieverhalen. Hoe zou jouw naam klinken in Amerika? Mijn naam Els zou waarschijnlijk Alice zijn. John Culemans is echt een bezige bij. Hij werkt in zijn eigen groenslof, is voorzitter en directeur van verschillende instellingen, medeoprichter van de Gazette van Moline en tussendoor schrijft hij ook nog eens nieuwjaarsbrieven naar zijn nichtjes en neefjes. Uiteraard met de boodschap om braaf te zijn.
Hij verzamelt ook allerlei souvenirs die met president Abraham Lincoln te maken hebben. Maar het beste moet nog komen. Ik heb intussen al veel gelezen en gezien waar een priester die gepassioneerd is door vliegen en zelf aan het stuur zit in de cockpit, daar had ik nog nooit van gehoord. John Cullemans volgde vlieglessen en maakte in 1924 zijn eerste solovlucht. Hij zou zelfs Charles Lindbergh in levende lijve ontmoet hebben. Ken jij hem? Hij was de eerste piloot die in 1927 alleen over de Atlantische Oceaan vloog, zonder ergens een tussenlanding te maken. Pastoor Cullemans had zelfs een eigen vliegtuig. Misschien kon hij vanuit de lucht zo zijn parochianen beter in het oog houden. Of checkte hij in op een vlucht die hem nog dichter bij God bracht. Een brand vernielde zijn vliegmachine, maar zijn parochianen en zijn vele contacten in de vliegtuigwereld bezorgden hem snel een nieuw, een prachtig cadeau. De Sacred Heart Church koestert nu nog steeds zijn vlieghelm en zijn handschoenen in hun archief. Dat is een mooi stukje erfgoed om te bewaren. Graag wil ik Rita Van Ross en Mary Grigsby van de parochie van de Sacred Heart Church en Hendrik bedanken voor hun enthousiasme en hun openheid om dit verhaal met ons te willen delen. En dan nu, ready for takeoff, op zoek naar een ander verhaal uit onze collectie.